Hey, ik hoop dat ik vrij kom en ik ben onschuldig. Hallo. Hallo, alles goed? Kom binnen. Ja, Julius, we hebben elkaar de vorige keer gezien. Net als toen hoef je nu geen vragen te beantwoorden. Je weet namelijk aan waarom je hier bent. Het gaat opnieuw om de voorlopige hechtenis. Het gaat erom dat je verdacht wordt van straatroof op 3 januari. Toen zou je samen met iemand anders een toerist hebben beroofd van een koffer of een tas. Of het allemaal waar is of niet, dat moet nog worden beoordeeld. Ik heb begrepen op 3 maart midden. Dat klopt. 3 maart aanstaande. Juist. Dus we gaan nu niet over de zaak zelf hebben, maar alleen over de vraag of je tot 3 maart vast moet blijven zitten, ja of nee. Wat vind jij daarvan, Jonas? Ja, ik vind het wel jammer dat ik dan tot 3 maart moet vastzitten. Ja. Want ik vind dat anderen dit gebeuren, ja, niet dat het niet mijn eigen schuld is, want ik heb wel iets doms gedaan. Nou, in ieder geval. Ik mis heel veel school en ik merk aan mezelf dat ik een achterstand begin te krijgen. En dit is toch echt het laatste jaar dat ik mijn VMBO-T-diploma kan halen. Ja. Zodat ik door kan stromen naar de HAVO. Precies. Je kan het allemaal goed vertellen, jongens. Ja. Ja, de intelligent bent er vorig jaar al vastgesteld. Dat blijkt wel uit je geschiedenis. Je bent alleen een beetje afgegleden. Dan moet je bovenop gaan klimmen. Is dat moeilijker dan afdalen, hebben we al eens begrepen. Ja, dat zeker. Ik ga even de advocaat aankijken. Ik denk dat uw cliënt al wat gas voor uw voeten heeft weggemaaid. Maar daar zit hem in, meneer Pot. Dank u wel. Younes is niet een jongen die moet vastzitten voor een feit als dit. Hij heeft een duidelijke verklaring afgelegd wat er is gebeurd. Ik wil het niet bekennend noemen, ik wil het eigenlijk uitleggend noemen. Want hij zegt, ik was niet bezig met een straatroof. Dat dat uiteindelijk juridisch zo gekwalificeerd wordt, dat kan zijn. Maar hij heeft een uitleg gegeven van hoe dat in zijn werk is gegaan. En voordat je het dan weet, zit je inderdaad op 3 maart en heeft hij 2 maanden vastgezeten. Voor een feit... 3 maanden dan, hè? Waarvan ik... 3 maanden. Waarvan ik dan zeg, dat is niet helemaal in verhouding met de persoon. Dus ik verzoek u de vordering af te wijzen. Ik hoor het betoog van de raadsman. Ik kijk er toch anders tegenaan. We praten over een ernstig feit. Een straatroof. En dat Younes dat anders ervaart. Dat is wat mij betreft zijn visie. Maar uit het dossier komt wat mij betreft naar voren dat hier sprake is van een straatroof. Dus ik ben van mening dat die vordering voor 30 dagen moet worden toegewezen. Kom je bij jou uit, Younes, want de verdachte heeft altijd het recht op het laatste woord, als laatste te spreken. Wat wil jij nog zeggen? Ja, over het feit dat wat meneer zegt, dat er een straatroof is gepleegd met veel geweld. En dat is helemaal niet zo. Want wat ik zeg, het is een openlijke geweld, juridisch gezien een openlijke geweldpleging. Ik heb die man zijn tas vastgehouden, maar ik heb hem niet beroofd, ik heb hem niet gestolen, ik ben niet weggerennen. Toen de politie kwam, dacht ik van, hé, waar slaat dit nou op? Heeft die man, omdat ik even aan hem zat te trekken, de politie voor gebeld. En dan komt er een poging straatroof. En dan zegt iedereen zegt tegen mij, ja, je zit voor een beroving. Je zit voor straatroof, je zit voor straatroof. Maar ik heb dat helemaal niet zo ervaren, wat hij zegt. Omdat ik daar gewoon helemaal niet van plan was. Het was mijn verjaardag. Wie gaat er nou op zijn eigen verjaardag een straatroof plegen? Ik had genoeg geld thuis liggen en cadeautjes. En dat vind ik echt jammer dat het, ja... Als ik als officier van justitie was en ik moest de zaken inhoudelijk bekijken... ja, dan zou ik wel denken van, ja, het lijkt er wel heel op, weet je. Maar het is gewoon niet zo. Nee. Je moet rechter gaan studeren, jongen, als ik jou zo hoor. Dank u wel. Meneer, even in alle ernst. Ik begrijp alle standpunten van officier van justitie, van de raadsman en van jou ook. Maar begrijp het standpunt van officier van justitie het beste. Conclusie, je blijft binnenzitten tot 3 maart. Ja. En dan zal de rechter uiteindelijk over je lot gaan beslissen. Oké.
Dat was het, Jules. Is goed. Dank u wel. Dag. Ja. Ja. 30 dagen, het is jammer. Het had niet gehoeven. Ik had lekker buiten naar school kunnen gaan. Mijn ding weer op kunnen pakken en gewoon weer met een fris en geschone lijf gewoon weer er tegenaan, weet je. Maar ja, dan moet ik nog binnen zitten. Maar ja, ik zit met jongens en ik zie ze komen en gaan. Ik heb al vaker gezeten. Niet echt vaak strafrechtelijk of zo, maar het helpt niet bij jongens. Vastzitten helpt niet. Je moet ze of vastbinden en vastzetten in die ISO jarenlang en dan komen ze er gek uit. Dan hebben ze wel hun lesje geleerd, maar zijn ze wel gek, weet je. Of ja, op de groep, jongens vinden het helemaal niet erg om vast te zitten. Ik wil het liefst naar buiten, maar uiteindelijk maakt me eigenlijk niet meer uit, weet je. Ik vind het best wel leuk. Je mag 10 keer per dag roken bij mij. Je krijgt eten gratis. Je krijgt elke week 10 euro van justitie. Ik vind het wel goed, weet je. Het is oké. Maar natuurlijk wil iedereen naar buiten. Maar niemand weet er iets meer van. Het is geen gevangenisstraf, zoals je dat kunt noemen. Het is meer een jeugdherberg. En elke jeugdgevangenis is dat zo. Ik vind het jammer natuurlijk. Ik zou wel vrij willen komen. Maar ik had er toch al verwacht dat ik 30 dagen zou krijgen. 155, hè? 151. Ik ben er klaar voor. Zo, kom binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom op de zitting. Morgen. Goedemorgen. Komt u binnen, meneer Heijn? Goedemorgen. Goedemorgen. Boegler, ga zitten. Boucher, ik ben de kinderrechter. Naast mij de griffier die alles opschrijft. En daar zit de officier van justitie. We gaan eerst het woord geven aan de officier van justitie. En dan kom ik bij je terug. Ja, geachte kinderrechter, aanwezige. Boucher is hier omdat ze ervan wordt beschuldigd dat ze op 9 juni vorig jaar in Amsterdam uit een winkelpand een aantal producten heeft gestolen. Haarverfproducten uit de... En die winkel was de Albert Heijn, samen met haar mededader. En in verband daarmee, omdat dat nu de beschuldiging tegen haar is, wordt ook de tenuitvoerlegging gevraagd van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 25 uur. Kan je je nog herinneren wat er gebeurd is? Klopt het wat de officier van justitie jou verwijt? Ik heb niks gestolen. Nee? Nee. Toch niet? Nee. Wat klopt er wel? Wat is er wel gebeurd? Ja, we waren de abdij ingegaan, ja. Ja, en toen? Toen heeft zij haarproducten gestolen. Toen heeft zij haar... Haarproducten. En jij? Ik niet. Jij niet? Nee. Je hebt niks gedaan? Nee. Jij zag het? Ja. Ik zag het gebeuren, ja. Meneer Chapman, ja, vertel. Ja, ik zal er wel iets even over vertellen. Ik ben sinds november de gezinsvoogd van Bushra en inmiddels ook van haar vier broertjes en zusjes. Ja. Nou, u begrijpt dat sinds november kunnen er ook geen delicten meer plaatsvinden, want dan ben ik er. En ik ben een vrij directieve aanpak. En ik kom hier normaal ook nooit als kinderen onder toezicht staan. Omdat kinderen luisteren naar wat ik zeg. En dat is eigenlijk in Boucher de geval ook zo. En die directieve aanpak, dat is eigenlijk wat een beetje in het gezin nodig is. Er is een gezagsvacuum, zeg maar, ontstaan een paar jaar geleden. En daardoor zijn alle vijf kinderen een beetje fladderend door Amsterdam-Oost gegaan. In de tussentijd heb ik ook even gekeken of er nou lijntjes lagen richting loverboy-problematiek. Ze is beïnvloedbaar, ze is inderdaad een risicofactor daarvoor. Maar ook dat denk ik dat we dat nu wel in de kiem gesmoord hebben, want ik zit dik op en ik ken haar mensen om haar heen in haar buurt. Dus wat dat betreft heb ik daar geen enkele aanwijzing meer voor dat speelt. Ze is geplaatst sinds vorige week op Doeners Dreef. We gaan haar richting zelfstandigheid krijgen. Dat is nu nog niet, ze is net 16. Ja. Dus daar gaan we nog even 1,5 jaar sleutelen en flink even aanpakken. Het is natuurlijk, vergeef me het populaire woord, een mokrootje met een grote mond uit Amsterdam-Oost. Taakstraf komt mij een beetje, of wat dan ook, wat er ook, komt niet goed in mijn pad. Nee. Want ik wil, we zitten nu goed op de rails wat betreft wonen. Wat betreft sociale omstandigheden. Alles heb ik even nodig, zeg maar, om dat in het gereel te krijgen. U kunt van mij aannemen, zij wordt door mij begeleid en zal door mij begeleid worden. Dus dan denk ik dat wij op de goede weg met haar zijn. En ik heb er alle vertrouwen in. En u gaat haar niet meer hier zien. Ik zie jou vreselijk lachen als meneer Chapman over jou praat. En dat is, dat doet mij deugd. Je hebt een goed contact met hem, hè? Goed werkcontact heet dat. Ja. Ja. Nou begrijp ik dat je in februari naar school gaat. Je wil kapser worden, hè? Ja, daar heb je wel iets mee met haarproducten.
En ga je in de ROC ook de richting kappen doen, of niet? Ja? Leuk. Dan zijn we, Boucha, wat mij betreft gekomen aan de officier die nu gaat zeggen wat hij vindt. Ja, geachte kinderrechter, aanwezigen. Ik denk dat ik kan bewijzen dat Boucha toen samen met haar vriendin uit de Albert Heijn die haar producten heeft gestolen. Ja, wat ik een beetje het idee heb, is dat Boucha het gevoel heeft dat die producten waren voor dat andere meisje bestemd. En zij wist dat. En zij heeft daar misschien een beetje aan meegeholpen, maar dat betekent nog niet dat zij dat zelf gestolen heeft. Zo komt het een beetje op mij over, alsof ze dat zegt. Maar ja, zo werkt het niet, want voor de Albert Heijn maakt het niet uit waar die haarverf naartoe gaat. Die haarverf die verdwijnt. En die twee meisjes die doen dat samen. Normaal gesproken zou ik nu zeker een werkstraf van meer dan 30 uur... en die ten uitvoerlegging van nog eens een keer 25 uur erbij moeten vragen. De vraag is nu, moeten we daar iets afdoen omdat het zo goed gaat? En ook omdat meneer Chapman zegt, dat komt er niet zo goed uit. Dat zou misschien wel erg druk worden allemaal. Maar ik vind toch wel dat er een kleine werkstraf moet worden opgelegd. Boucha heeft wel iets verkeerds gedaan. En om nou alleen een voorwaardelijke straf op te leggen zoals de raad adviseert, ja, u zou het kunnen doen. Maar ik vind eerlijk gezegd wel dat Boucha toch ook iets moet merken van dat het verkeerd was dat ze dat gedaan heeft. Ik eis daarom 20 uur werkstraf. Dank u. Begrepen? Ja. Je wordt goed begeleid. Ik heb er alle vertrouwen in, met meneer Chapman overigens. En wat ik zal doen, is jou een geheel voorwaardelijke straf opleggen. Als alles zo goed blijft gaan als het nu gaat, dan merk je hier helemaal niks van. En dat betekent dat je krijgt 20 uur taakstraf geheel voorwaardelijk. Met een proeftijd van 1 jaar. Dat was het. Dank u wel. Tot ziens. Dag, tot ziens. Goedemorgen. Nou, wat een mooie oplossing voor dat meisje, zeg. Ja. Zo zie je dat niet vaak. Nee, nou ja, even kijken of het beklijft natuurlijk, maar... Dat is wat anders. Maar die Chapman, die zit er bovenop. Ik ken hem dat goed. Heeft hij in ieder geval 20 keer gezegd, gewoon. Dus als zijn inzet evenredig is aan zijn breedsprakigheid, dan kent hij haast geen grens. Meneer Stap, goedemorgen. Neemt u plaats. Faisal, welkom. Je pet is al af, heel goed. Jij mag voor mij plaatsnemen. Officier. Dank u wel, meneer de kinderrechter. Faisal wordt verweten dat hij op 3 oktober 2009... te Amsterdam zich schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstal bij de V&D. Daar zou hij diverse sieraden hebben gestolen. Dank u wel. Hey, laten we nou eens even teruggaan naar 3 oktober van dit jaar. Wat gebeurde er nou in Amstelveen? Ik was met een vriend bij de Bijlmerplein. Ja? Ja, en daar besloten om de bus 300 te pakken. Ja? Zaten we in die bus. Ja? Toen vroeg die jongen tegen me van... Ik ga we iets stelen bij V&D. Ja? Hij vroeg het aan mij en ik gaf antwoord van... Ja, kom maar. Ja, kom maar. Toen zei hij tegen me, we gaan niet met z'n tweeën naar binnen gaan. Ga jij maar als eerst. Was ik als eerst gegaan en toen was ik gepakt. Want je zegt, ik ben gepakt, maar daarvoor is nog wat gebeurd waarschijnlijk. Wat heb jij dan gepakt bij de V&D? Ik weet het niet echt meer uit mijn hoofd. Ketting. Of Faisal. Ketting. Anderhalve maand geleden. 2 inmiddels. Ik wou er eerlijk gezegd wel ik er ook niet meer over denken, maar... Ja, moet toch even vandaag. Doen we niks aan. Ja. Oorbellen. Ja, precies. Ketting. Een ketting. En ringen. En ringen. Ja. Ja. Wat ging jij er nou mee doen dan? We zouden het misschien verkopen. En wat ging je dan doen met het geld? Leven. Leven. Ja, wat anders eigenlijk. Ik ben zo iemand, ik ga makkelijk met winter mee. Maar ik heb er ook van geleerd van mijn fouten, dus ik zal het niet nog een keer doen. Het is ook onmogelijk om het nog een keer te doen. Is het onmogelijk om het nog een keer te doen? Waarom? Ik woon nu bij mijn oma en overal waar ik naartoe ga... Ja? Op welke tijdstip en waar ik ook ga... moet ik aan mijn oma zeggen waar ik ga. Je wordt strenger gecontroleerd? Ja. En woon je alleen bij je oma of zijn er nog andere mensen in huis? Nee, ik woon met mijn broer bij mijn oma. Met je broer samen? Ja, sinds kort is het ook misgegaan bij mijn vader. Met je broer en je vader? Ja. Hoe oud is je broer? 17. Oké, dus hij is ouder, ja. Hey, en dan las ik ook over hoe het nou met jou en je moeder gaat. Dat ging niet zo goed als ik het las. Klopt dat? Jullie hebben niet echt een hele goede relatie? Nee, echt niet meer. Hoe komt dat? Ja, ze had me eruit gezet voor een vreemdeling, voor een man. Ja? Ja, ze vond die man leuk.
had ze mij en mijn broer eruit gezet. De man had er verslaafd gemaakt aan nicotine. Ja? Ja, en nu gebruikt ze zelf jonko, wiet. Ze is eigenlijk een soort van... Eigenlijk wil ik het niet uit mijn mond halen. Een soort van junk geworden. Ja. Dat is ook gek om over je eigen moeder te zeggen, toch? Eigenlijk wel, maar... Waarom vier? Wat u nog vragen? Nou, nog één vraag. Ja. Als je klaar bent met deze opleiding, wat wil je dan gaan worden? Ik wil bij de ABN AMRO werken, als bankier. Oh, en hoezo bij de ABN AMRO ook bankier? Wat vind je er leuk aan? Ik vind het een fijne bank. Ik had toen met zo'n man gesproken, die daar chef is van verdieping 2. Hij zei tegen me dat het een leuke werk is, dat dit echt iets voor mij is. Maar wel goed ver dat je dat nu al weet. Meneer Stap, jij wil u nou nog zeggen met zo'n wijze klant. Maar goed, ja. Ik ga toch naar u luisteren. Ja, dank u wel, meneer de kinderrechter. Hij is zaterdag aangehouden in de namiddag. En maandag zou hij worden voorgeleid, wat dan uiteindelijk niet is gebeurd. Dat betekent wel dat hij 2 nachten op een politiebureau heeft doorgebracht. En dat voor een kind van 13 jaar vind ik eigenlijk niet passend in dit geval. Ja, cliënt is eigenlijk een first offender wat betreft contact met justitie. Hij is wel eerder met politie in aanraking geweest. Maar dat is op een hele jonge leeftijd, er is verder niks mee gebeurd. Oké, dank u wel. Ik had je gezegd, laatste woord. Heb je nu, wil je nog wat zeggen? Ja, ik wil zeggen dat het me spijt en dat het nooit meer zal gebeuren. Maar goed, wat moeten we nou doen? We geven jou wel die 20 uur werkstraf mee. Met een proeftijd van 2 jaar, dus dat wandelt nu gewoon boven jouw hoofd. Als je toch onverhoopt een keer een moeilijk moment krijgt, niet meer met Savinho, want die speelt niet meer mee, maar met iemand anders, die zegt, dat moet je doen. Daar weet ik van mezelf van. Ik weet wat op mijn pad staat, dus ik doe het niet. En je doet het niet, oké. Okay. Nou jongens, sterkte. We zien elkaar niet meer, dus dit was het dan. Is goed. Ja? Oké, okay. Dag. Meneer Stap, dank voor uw komst. Tot ziens. Prettige dag verder. Nou, hij kwam op mij ontzettend geloofwaardig over. En hij heeft ook geregeld dat ja. Wat hem ertoe zet, dat voorkomen wordt ja. Om bij zijn oma te gaan wonen. Uit eigen initiatief, welk kind van 13 wil strenger opgevoed worden? Nee, die horen we inderdaad niet veel. En dat hij later bankdirecteur wordt. Dat zou mooi zijn. Faisal van de ABN AMRO. Als hij dan nog bestaat. Goed. En we komen in verzet tegen het onrechtmatige rechtssysteem. Allemachisch. Nou, laten we daar meteen maar mee beginnen dan. Maar eerst even kijken wat de gezinsvoogd vindt. Die zegt namelijk dat Jordi verstandelijke beperkingen heeft. En dat hij specifieke zorg nodig heeft. En dat u als moeder die zorg niet kon bieden. Zegt hij ze zo dadelijk. Alles op stijve, rustig. We hebben de tijd. In ieder geval wordt gezegd dat u die zorg niet kon bieden. En dat Jordi al sinds 2001 bij uw zus woont. Kijk, edelachtbare. In dit land mag de ene helft van de bevolking van hun kinderen genieten... of ze nou gehandicapt zijn of niet. Ik accepteer mijn kind, hoe hij is. Ik weet wat hij kan. Wat hij wel kan en niet kan. Maar er is mij nooit de kans gegeven. Wat is dit voor een onzinnige rechtszaak? Daar heb ik al jaren de pest aan. Ja. Ik ben al jaren niet goed behandeld... onrechtmatig behandeld. Hoe durven ze dat te beweren? Laat ze zelf wel naar hun eigen hersens kijken. Ik wil mijn zoon die zorg geven. Ik kan het helemaal aan. Ik heb mijn leven op orde. Wat moet ik nog meer? Moet ik soms in mijn blote kont staan om mijn zoon terug te krijgen? Okay. Wat is dat nou? Nee, duidelijk. Nou, meneer Ramdi Hal, kijk nu even nu aan. Is dat wel waarschijnlijk wat meer juridisch formuleren dan mevrouw het doet. Maar dat ze niet eens is met het voortgezet verblijf. Nee. Jordi bij haar zus, dat heeft ze volgens mij wel duidelijk op tafel gelegd. Dus nu gaan we even naar u luisteren. Ja. Moeder is van mening dat zij met enige hulp wel voor Jordi kan zorgen. En dat de uithuisplaatsing in elk geval niet in het belang is van Jordi. Zij is van mening dat wat men haar verwijt nooit onderzocht is. Zij vindt dat zij wel in staat is voor Jordi te zorgen. Ja, zegt u wil uw kind terug. Ja, dat is normaal. Dat is toch een normale, natuurlijke... Ik wil gewoon met alle liefde en zorg voor mijn kind zorgen. Naar halen, brengen naar de dokter. Het kan me niet schelen. Als ik maar de kans krijg, dan ben ik moeder voor. Weet je wat ik helemaal asociaal vind in dit land? Dit godsonmenselijke rechtssysteem. Dat de rechters... als je een beetje anders bent, of je kind is een beetje... dat je meteen ter plekke wordt afgeschreven. Nou, ik vind dat niet horen. Iedereen zou een kans moeten hebben om zijn eigen kind op te voeden. Ja. En nou, dit moet dus
ophouden met dat rechtsongelijkheid. Ik voel me gewoon bezodemieterd door alle rechters. Ja, nou, dus ik ben zegt... gewoon als een clown neer. Dat... Nee, ik pik het niet meer. Nee, nou, uw standpunt is duidelijk. Zelden zo duidelijk. Mevrouw, meneer, gaat u als volgt doen. Het verblijf van Jordi 3 maanden verlengen. Wordt gevraagd om een heel jaar. Dat doe ik niet verlengen met 3 maanden. Hm. Want ik wil, en voor de rest hou ik de beslissing aan. Want ik wil ook de gezinsvoogd horen. Ja, want ik vind het gewoon... Nee, ik ben het niet mee eens. Nou, dat is me niet ontgaan, mevrouw. Dat is helder. Nee, dat zeker niet. Ik laat me niet meer over mijn, dat, door de hele justitie heel over mijn rug heen lopen. Nee, maar dit is geen slechte beslissing, toch? Nee. Okay. Goed, meneer Andy Hal. Nou, gaan we verder op de gang. Verder uitleggen. Dan gaan we rustig op de gang. Precies, u bent rustig. Meneer Andy Hal is rustig. En mevrouw moet een beetje bedaard worden. Nou, bedankt voor uw komst. Ja, oké. Okay. Dag, meneer. Dag. Dag Céline. Ga maar zitten. Céline. Wij moeten met elkaar spreken over een verzoek dat is gedaan door, door het bureau jeugdzorg. En die willen komen tot een uithuisplaatsing. Maar ik wil ook in afwezigheid van je moeder en van je zusje eigenlijk horen hoe jij daarover denkt. Ik ben al op een pleeggezin geweest, maar ik zou graag naar een pleeggezin willen waar ik zou passen. Maar dat duurt ook weer lang, want het is een hele lange wachtlijst. Maar ik zou liever niet meteen naar mijn moeder terug willen. Maar dat er een soort, dat het langzaam weer wordt opgebouwd met hulp. Bijvoorbeeld een dagje langs, maar... Ja, of een weekendje slapen. Ja. Ja. En dat mijn moeder in de tussentijd ook psychische hulp krijgt. Niet dat ze helemaal gestoord is of zo, maar... Ze heeft wel ondersteuning nodig. Ja. Natuurlijk hou ik wel van mijn moeder en mis ik haar ook, maar sommige dingen die kunnen gewoon niet. En het is misschien nu naar, maar voor later zou het veel beter zijn geweest dan als we nog bij mijn moeder zouden wonen. Ja. Ze laten wel veel emotionele schade aan kunnen hebben gericht. Nou, mijn vader die is nu ook op school langs geweest en zo en die stalkt. En die begint steeds rechtszaken dat hij met omgang wil. En mijn zusje en ik die hebben heel duidelijk aangegeven dat we dat niet willen. Ja, dat heb ik gelezen, want ik... Heb laatst ook met je vader gesproken daarover? Ja, en dat komt ook gedeeltelijk door verhalen met mijn moeder, maar ook door dat hij stalkt en dingen vraagt en dingen zegt die nou niet echt kunnen. Nou, Céline, je hebt heel erg goed duidelijk gemaakt wat er aan de hand is en wat je wil. En zou jij nou je zusje naar binnen willen roepen? Ja, is goed. Ja? Mijn moeder, ik ga het... slecht. En ook tussen Céline en mijn moeder. Maar tussen ons twee als zusjes gaat het eigenlijk niet slecht. Mijn moeder die negeert ons de hele tijd. Ze zegt de hele tijd dat ze van ons houdt en zo. Maar ze regelt niks met school. En ze is op helemaal niks van de hoogte. En we hebben dit jaar helemaal geen kleding van haar gehad. Hmm? Dat krijgen we van vriendinnen van mijn moeder. Nou, je ziet er heel mooi uit. Dank je. Maar ja, als we naar school gaan, dan ligt ze gewoon nog in bed en ontbijt. En dan moeten we allemaal zelf regelen. Nou, wat zou je het liefst willen? Ik zou het liefst een pleegmoeder willen. En dat als mijn moeder weer normale dingen geregeld heeft, gewoon een huis... En weer voor jullie kan zorgen. Ja, dat wij uiteindelijk weer bij haar gaan wonen. Lijkt me een heel goed idee. Ja. Luister, Josephine, ik denk... Ik kan natuurlijk nu nog niet zeggen wat ik ga beslissen, want ik moet ook nog met je moeder spreken. Ja. Maar ik denk wel dat ik ga beslissen wat jij wil. En dat krijg je zo snel mogelijk na de zitting te horen. Ja? Ja. Hoi, wat is je nou? Ja? Even mijn advocaat spreken. Eerst rechts. Wees dan. Hoi Marcel. Ga zitten. Hoe is het met je? Ben je zenuwachtig? Ja. Beetje? Ja, hopen dat het gauw voorbij is. Wil jij nog iets aan mij vragen, Marcel, voor de zitting? Nee, is het allemaal duidelijk? Niet te veel gespannen zijn, komt goed. We gaan ons best doen. En wat ik al tegen je zei, jouw houding is ook belangrijk voor de rechter.
zorg een beetje open houding. Dat je vertelt wat er is gebeurd. En dat je ook vertelt wat jij in de toekomst wil. Ja? Oké, zie ik je straks boven in de zittingzaal. Hallo Marcel, ja daar ben je weer. Voor de vierde keer inmiddels. We kunnen niet genoeg van elkaar krijgen. Ga maar zitten. Mevrouw de officier. Hij wordt verdacht van het plegen van een inbraak in een woning in Amsterdam op 4 november 2009. Hij zou de volgende dag op 5 november in zijn eigen woning in het bezit zijn geweest van een traangasbusje en van 13,9 gram hennep. Dat zijn de feiten 2 en 3. En op 31 december... zou hij een inbraak in een auto hebben gepleegd en daarbij onder andere een navigatiesysteem hebben weggenomen. Ja, dank u wel. Dank u wel. We gaan beginnen met het eerste feit. De woninginbraak op 4 november. Wat vind je daarvan? Van die beschuldiging? Nou, ik heb het bekend. Je hebt het bekend. Ja. Daar blijf je ook bij. Vertel hoe dat is gegaan. Ik was naar binnen gegaan. Ja. Ik heb een paar spullen meegenomen en toen werd ik opgepakt. Ja, waarom ben je naar binnen gegaan? Die luik stond open. Ja. Maar dat is toch een reden om als iets open staat om naar binnen te gaan? Nee, ik had geld nodig. Sorry? Geld nodig. Had je geld nodig? Ja. Ik denk dat je weet dat je niet mag inbreken. Ik weet het. Je hebt het toch gedaan. Je sneakt naar binnen, zo mag je het wel zeggen. En je hebt allemaal spullen mee. Een computer of een laptop was het meer, hè? En de wekkerradio en horloges. Manchetknopen zelfs. Een armband en ook nog een tas. Daarmee ben je allemaal naar buiten gelopen. En toen? Toen werd ik aangehouden door de politie. Ja, ja, ze hadden wat gezien, hè? Ja. Ja. Deed dat soort dingen wel vaker? Nee. Was de eerste keer? De eerste keer. Ja. Wat we ook nog over moeten hebben, zijn je persoonlijke omstandigheden, Marcel. Wat wilt u over uw zoon zeggen? Ik ben bang als hij weer thuis komt, dat hij in hetzelfde kringetje weer... En dat heb ik niet nodig. En die kleine meid thuis ook niet, Hanna, van 11 jaar. Wat ik echt heel belangrijk vind is, ik wil gewoon dat je afkikt. Hè? We weten dat je bloot en mogelijk een gokverslaving hebt. Dat is heel belangrijk. En dat je leert... Gokverslaving, het is wanneer een gokverslaving. Maar zelfs straks. Rustig. Wat wij willen dat je leert, is dat je sociaal weerbaar wordt. Dat houdt in dat als jij van je vrienden hoort dat je bijvoorbeeld iets moet gaan stelen, dat je weet hoe je nee moet zeggen. We gaan even wat verder in de tijd, Marcel. Dan heb je pas 31 januari. Met als gevolg dat je toen oud en nieuw binnen mocht doorbrengen. Maar je zou betrokken zijn geweest bij een autokraak. Wat is jouw verhaal daarover? Ik stond bij een raam, had ik zo'n houder gevonden. Ja. Toen had ik hem meegenomen, maar blijkbaar was er ingebroken in de auto. Ja, maar niet door jou. Nee. Maar daar moet wel even naar het dossier kijken. Er zijn wat mensen die zeggen dat jij er wel bij betrokken was. Ja. Een toezichthouder van die daar rondloopt. Ik zag twee jongens heen en weer lopen. Je zag één jongen, persoon 1, het ruit inslaan aan de passagierskant van de grijze Peugeot. Hij sloeg het voorste passagiersraam in. Ik zag dat nummer 1 zijn hoofd door het ingeslagen ruit stak. Hij pakte het navigatiesysteem eruit. Dat zag ik, want dat ding zat bevestigd op de voorruit. En toen verdwenen de jongens. En vervolgens is er achtervolging ingezet. En ben jij achterhaald. Ja. Ook met die spullen. Jij zegt, ja, die heb ik te grond gevonden. Maar een van die toezichthouders heeft beschreven hoe de man die de autokraak pleegde eruit zag. Donkere huidskleur. Grijze jas met bont capuchon. Blauwe spijkerbroek, zwarte pet. En ze zeggen dat die jongen was die ze achtervolgt. En die jongen ook eens aangehouden. Kortom, dat was jij. De eerste advocaat, mensen Hammerstein. Ja, dank u wel, meneer de kinderrechter. En natuurlijk ook mevrouw de officier en andere aanwezigen. Het ene verhaal tegenover het andere. Getuigenverklaring.
tegenover de verklaring van mijn cliënt. En meer heeft u niet, want er zijn verder geen andere getuigen geweest. Dus u zult die verklaringen tegen elkaar moeten afwegen. En als u mijn cliënt gelooft, dan zou mijn cliënt moeten worden vrijgesproken van de diefstal. We gaan nu vonnis wijzen. Eerst even de vier strafbare feiten. Ik acht de feiten 1, 2 en 4 bewezen. De woninginbraak heb je ook erkend. De tweede feit, de traangasbusjes bewezen, mag je niet hebben, staat in de wet. Feit 3, de hennep, acht het niet bewezen, omdat er geen deskundige rapport in het dossier zit. Feit 4 is bewezen, je hebt het wel ontkend, Marcel, je hebt gezegd hoe het is gegaan. Maar ik ga uit van wat de toezichthouder heeft gezegd. Blijkt uit niets dat jij vervolgens dat je iets hebt gevonden, dat hebt opgeraapt met de agent daarmee, want dat hebben ze niet gezien. Ze hebben misschien dat jij hebt ingebroken en dat je dit ding uit hebt gehaald. En daarmee is ook de autokraak bewezen. Daar zou je ook straf voor krijgen. Je krijgt een jeugdattest zoals een schrijfsel 3 maanden. Het aftrek van de tijd dat je gezeten hebt, dat is ongeveer 10 weken. Dus blijft nog ongeveer 3 weken over. En over die 3 weken kom ik zo dadelijk nog wel even te spreken. We moeten ook nog iets anders beslissen. En dat is de machtiging gesloten plaatsen, zoals het heet. Het gaat gewoon niet thuis. Je moeder is daar duidelijk over geweest. Die heeft ook een verantwoordelijkheid. Ze zegt, het gaat niet. En als het gaat, moet jij behandeld worden. Je moet dingen leren. Dat kan alleen maar vanuit een gedwongen situatie. In alle rust. Die daar een aantal maanden blijven zitten, misschien wel langer. In je eigen belang. Wat is nou uiteindelijk mijn beoordeling? Dat jij naar Wapenveld moet zodra dat kan. Dat zijn mijn beslissingen. Ik doe dat mede jouw belang. Ook al onderken je dat misschien niet. Maar ik ben verantwoordelijk voor de beslissing die ik neem. En die neem ik. Dus dan weet je waar je naartoe bent, Marcel. Dat betekent dat je nu weer naar beneden mag. Ik vind dat toch heel behoedzaam moet zijn met kinderen, met vrijheidsberoving. Maar in dit geval moeten we wel vaststellen met de officier van justitie dat deze jongeman wel wat kans heeft gehad. Maar de laatste tijd voortdurend in de fout gaat. Dat je ook weet welke risico's hij loopt. Ja, je wordt dan niet meer geloofwaardig als overheid of als rechter. Als je kans op kans stapelt, zorg voor de zekerheid dat je weer tegen de lamp zal gaan lopen. Eens houdt het op. Genoeg is genoeg. Zelfs in de zittingszaal. Zelfs voor kinderen. Goedemiddag inmiddels, bijna. Ga zitten. Melanie, dan gaan we nu eerst luisteren naar de officier, want die gaat zeggen wat de verdenking is, waarom we hier vandaag bij elkaar zijn. Ja? Ja, mevrouw de rechter, Melanie is hier vandaag omdat ze terecht staat voor 3 geweldsdelicten telkens tegen hetzelfde meisje gepleegd. Onder feit 1 is het een mishandeling waarbij Melanie het meisje zou hebben geslagen met haar vuist tegen de linkerkaak. Onder feit 2 is het een openlijk geweldpleging waarbij Melanie samen met een ander het meisje zou hebben uitgescholden voor kankerhoer of tyfushoer, waarbij het meisje zou zijn geduwd en vervolgens zou zijn geslagen tegen de onderrug en of tegen het gezicht. En het derde feit is een mishandeling waarbij Melanie het meisje zou hebben geslagen tegen haar wang. Wil je daar zelf iets over zeggen? Hoe dit nou allemaal heeft kunnen gebeuren? Nou, wij waren boos omdat Adriana ons uitschold voor kanker, hoor. En mijn familie is daar... er zijn mensen daar in mijn familie aan overleden. En ik vind dat heel erg als dat tegen ons wordt gezegd. Dus daar werd ik heel erg boos om. Maar was dat alle 3 keren? Ja. In Bonnemie ging het om dat zij met een vriendin van mij, haar vriend, in bed was gegaan. Ja. En toen zou jij haar hebben geslagen. Met je vuist zelfs, op haar gezicht. En met de platte hand. Met de platte hand? Ja. Maar waarom werd je nou boos? Kan je dat uitleggen? Eigenlijk niet. Nee. Maar heb je dat dan vaak, dat je ergens door geïrriteerd bent en dat je dan zo uithaalt? Nou, in het begin wel. Maar nu niet meer. Omdat, ik ben ook niet meer zo vaak buiten en zo. Ik ben meer op mijn werk gericht.
En dan is het 2 weken later. En dan wordt er geloof ik eerst over de MSN. MSN, ja. Ja, is er contact. En wat gebeurde er toen? Ik was met Jennifer op MSN, inderdaad, met Adriana. Hm. Toen zei Jennifer van, kom naar dat pleintje toe dan. Hm. En toen zei Jennifer tegen mij van, ga je dan ook mee? En toen zeiden wij tegen haar van, je durft toch niet te komen. En toen was ze dus wel gekomen. En toen waren we aan het praten en toen begon ze te schelden. Nou, toen deden wij dat terug. Nou, toen gaf Jennifer een duw en toen ik. Hm. En zo is dat verder gegaan. Ja, zij zegt, toen werd ik weer uitgescholden voor kankerhoer, tyfushoer, slet. En ze zegt, nou, toen wilde ik weer eigenlijk weer omdraaien. Toen wilde ik weggaan op mijn fiets. Maar ik kon niet weg. Want Melanie pakte mijn fiets vast en die duwde me in de struiken met mijn fiets. Toen sloeg Melanie me in mijn gezicht met de platte hand, zegt ze nu. Klopt dat? Klopt dat verhaal? Ja. Ja? Nou, waarom spreek je nou af met dat meisje die je kort tevoren een klap hebt gegeven in de discotheek? Waarom spreek je dan weer af via MSN om naar het pleintje te gaan? Geen idee. Maar was het niet om er een beetje ook een lesje te leren? Ja. En dan de dag daarna is er dus die derde confrontatie. Want dan ben je bij die vriendin die bedrogen werd. Toen had ik er nog een keer geslagen in de gezicht. Ja. Want het is ook niet goed. Ik heb ook mijn excuses daarna aangeboden. Hoor. Want het is ook helemaal niet goed wat ik heb gedaan. Het is uitgepraat. Ja. Nou, oma is hier gelukkig. Ja. Ja. Komt dit uit de lucht vallen? Dit komt echt voor mij als een donderslag in helder hemel. Want en dan nog geen drie fouten. Ik ken haar helemaal niet zo dat er handen los zitten. Ja. Moet ik bang zijn dat het toch nog eens een keer gaat gebeuren? Nee. Het gaat ook niet meer gebeuren. Maar waarom? Ik heb wel van dit geleerd. Ik bedoel, ik zou dat niet nog een keer doen. Waarom niet? Nou, omdat je ziet wat er van komt. Het is heel erg natuurlijk. Nou, dan gaan we nu luisteren naar de officier. 3 geweldsdelicten, 3 strafbare feiten die bewezen kunnen worden. En dan is de vraag van wat voor straf moet Melanie nu krijgen. Ik denk dat een werkstraf van 90 uur hier op zijn plaats is. Maar daarvan ga ik 30 uur voorwaardelijk vragen. En blijf er 60 uur over om te werken. Het is 90 uur, daar staat 45 dagen jeugddetentie tegenover. En tegenover die 60 staat 30 dagen. Dan sluit ik het onderzoek nu en doe ik uitspraak. 8. Alle 3 de feiten, Melanie, wel bewezen. Maar ik zal bij dat eerste feit jou wel volgen dat je geen vuistslag hebt gegeven, maar met de hand hebt geslagen. Dan is de vraag wat er moet gebeuren. Daarbij hou ik rekening met het feit dat je hier voor het eerst bent. Je hebt geen strafblad. En wat ik ook heel goed van je vind, is dat je het uitgepraat hebt. Dus het is uit de lucht. Maar ik zal je 60 uur opleggen, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Ja? Ja, dan is het hiermee afgedaan. En dan hoop ik dat we jou nooit meer terugzien. Ja? Dag. Dag. Ah, Dennis, jongen, kom binnen. Ga daar maar zitten. En de ouders die mogen hier vooraan zitten. Hier, lekker vooraan. Eerst vragen we aan de officier van justitie of zij nog eens wil vertellen waarvan je wordt verdacht, waarom je hier bent. Mevrouw de officier. Ja, meneer de rechter, Dennis is hier omdat hij ervan wordt verdacht dat hij op 13 oktober 2008 in Amsterdam samen met een ander in een woning een telefoon heeft gestolen. Verdachte zou het hebben gedaan terwijl hij daar in de woning was om een klusje uit te voeren. Ja, dank u wel. Dennis, we gaan eens met elkaar in gesprek. Je bent hier gekomen omdat jij iets kan vertellen over wat er toen gebeurd is. Maar jij was erbij en ik niet. Dus ik wil jou vragen, het ging om die woning. Je ging een hetje voor een kabijtje doen, een klusje doen. Volgens mij ging het om flessen wegbrengen. Ja. Kan dat kloppen? Ja. En wat gebeurde er toen in die woning? We moesten wachten en toen ging ze de telefoon pakken om de man te bellen om geld te vragen.
Ja. En toen was de telefoon weg. Ja. Hoe kan de telefoon nou zomaar weg zijn? Weet je niet. Weet je niet. Dus vraag je toch maar recht op de man af. Heb jij die telefoon gepikt? Nee. Niet? Nee. Mijn telefoon is wel weg. Ja. Hoe zou dat dan kunnen? Darren heeft hem gepakt. Zeg je? Darren heeft hem gepakt. Darren heeft het gepakt. Heb je dat gezien of... Nee, ik heb het niet gezien. En daar hebben we zwart Darren. Hallo. Fijn jongen dat je er bent. Wat een toestand, hè, Darren? Ja. Je is allemaal door de politie opgehaald. Ja. Hoe vind je dat? Niet leuk. Nee. Je bent namelijk hier omdat Dennis verdacht wordt van een strafbaar feit. Stelen van een telefoon. Die jij daar misschien iets van af zou weten. Geloof je in God, Darren? Ja. Ja? Dan krijg je nu het volgende ritueel. Dan moet je even gaan staan. Heel goed. En nu wijsvinger en middelvinger omhoog, net als ik doe. En zeg je mij na de woorden, zo waarlijk. Zo waarlijk. Helpen mij. Helpen mij. God almachtig. God almachtig. Heel goed. Gaan we zitten. Dan ben je nu beëdigd, dankjewel. We hebben het over 13 oktober 2008. Ruim een jaar geleden. En toen was er iets met een telefoon. Weet je dat nog? Ja. Vertel eens, wat is er gebeurd toen? Toen waren we het hele huis van kwijtje bij zo'n vrouw. Ja? Toen waren we zo binnen. Toen zei hij zo, kijk de telefoon. Zeg je? Toen zei hij, kijk die telefoon. Wie zei dat? Dennis. Oh, Dennis zei dat. Kijk de telefoon. Ja. En toen? Zei ik, ja, laat het gewoon. Toen daarna hadden we het ook wel eens gedaan en zo. Had hij die telefoon genomen. Toen waren we een beetje ruzie aan het maken en zo. Waarover? Of hij die telefoon zou nemen. Ja. Toen zei ik, oké, ja, neem jij het maar, laat maar. Ik hoef het niet. Waar was die telefoon toen? Bij hem. Ja, waar had hij hem bewaard? Had het bij zijn kruis gezet. Oh ja, in zijn onderbroek gedaan. Ja. Kijk, Dennis heeft gezegd dat het helemaal niet waar is wat je zegt. Dat niet hij de telefoon heeft gepakt, maar jij dat had gedaan. Dat zegt Dennis, ja. Ja. Maar wie heeft het dan gelijk? Ik. Ja. Je zegt echt de waarheid. Ja. Je gaat niet jokken omdat je niet wil toegeven dat jij de telefoon gepikt had. Ik ga niet jokken. Nee. Oké. Okay. Nou, dat is een hele ervaring voor jou, Tyron. We hebben je nou gehoord, je hebt verklaring afgelegd. Ik dank je wel dat je weliswaar onvrijwillig toch gekomen bent. Ja. Nog iemand mij betreft gaan, dan gaan we naar school, die jongen. Oké, Dennis, we gaan nou weer nieuwe verhalen in het proces krijgen. De officier van justitie gaat nu zeggen wat zij vindt van deze zaak. Of je schuldig bent of niet, en als dat zo is, wat er dan met jou moet gebeuren. Diefstal van een telefoon is een strafbaar feit, dat weet Dennis natuurlijk ook. En wat natuurlijk helemaal vervelend is, is dat zo'n diefstal wordt gepleegd terwijl die mevrouw hen in goed vertrouwen binnenlaat. Dus Dennis schendt het vertrouwen van die mevrouw die bereid is om de jongens een heitje voor kwijtje te laten verrichten. Ik vraag 28 uur werk en als het niet wordt gedaan, te vervangen door 14 dagen jeugddetentie. Dank u wel, mevrouw de officier van justitie. Meneer advocaat, meester Jansen. Sorry, meneer de kinderrechter. Ik was even op zoek naar de telefoon. Ja, precies. Dat is toch niet ontvreemd, hoop ik. Gelukkig niet. Meneer de kinderrechter, mevrouw de officier, geachte aanwezigen. Met één getuige die iets zegt over de betrokkenheid van Dennis, vind ik dat bij mij toch niet de overtuiging is ontstaan, en ik hoop bij u ook niet, dat Dennis degene is geweest die de telefoon heeft gepakt. Dus op basis daarvan wil ik u verzoeken om Dennis vrij te spreken. We gaan langzaam naar het einde toe voor deze zitting. Heeft lang genoeg geduurd, hè? Jongetje van 13. Maar jij hebt het laatste woord. Wat wil jij nog zeggen? Niks. Oké, Dennis, dan ga ik nu je vonnis wijzen. Ga zeggen wat ik ervan vind. Want ik vind het feit wel bewezen. Dat betekent dus dat jij het wel hebt gedaan en dat je dat niet wilt toegeven, omdat je het natuurlijk voor schaamt. Maar zoiets doe je niet. Nu moet je wel erbij vertellen, ik vind het ook weer niet heel erg verschrikkelijk erg. Jongen, je was net 12. Dus moet nog veel leren. Je weet nog niet precies hoe het moest. Voor stelen staat straf. Een officier heeft een strafgeëis die echt heel normaal is. Maar constateer ook dat na ruim een jaar het goed gaat met jou. Daarom ga ik jou een gele kaart geven. Voor mij hebben ze zo'n grote gele kaart. Moet je een beetje fantaseren. Wel, hier de gele kaart. Bij voetbal doen ze dat zo. Dat betekent één keer, maar nooit weer. Dat betekent dus, als ik het wat formeel ga zeggen nu, 28 uur werkstraf. Of 14 dagen naar de gevangenis als je het niet zou doen. Maar geheel voorwaardelijk met de proeftijd van 2 jaar. Heb de komende 2 jaar goed, merk je er helemaal niets van. Daar heb ik ook wel vertrouwen in trouwens. Als ik jou zo zie. Dat was het. Dank iedereen voor hun komst. En hoor ik wel meneer de raadsman wat uw standpunt is.
Dag, Dennis. Dag, mevrouw. Het is allemaal niet zo erg. Moet natuurlijk niet. Dat vond ik... Ja. Nou, dat was ik... Vond ik wel een beetje... Denk ik, verdorie, hij is 12. Het is niet zo erg. Het is wel een telefoon. Ja. In een woning van een mevrouw. Ja. Maar het ging niet om dat het erg was, maar niet zo erg. We hebben ook Kevin. En mama, Kevin, kan jij daar zitten alsjeblieft? Professor, wat heeft hij gedaan? Ja, Kevin wordt verdacht van diefstal in dienstbetrekking. Hij wordt van verdacht dat hij een pak sigaretten heeft gestolen bij de Plus supermarkt. En dat terwijl hij uit hoofde van zijn dienstbetrekking als vakkenvuller die goederen eventueel onder zich had. Ja. We gaan eerst eens kijken naar wat er gebeurd is op bijna een jaar geleden. Vertel eens. Nou, ik was aan het werk. En mijn dienst zat er al op. En er lag een pak sigaretten bij de kassa's. Ja. En toen mijn baas, toen hij naar boven ging, toen ben ik naar de kassa gegaan en heb ik een pak sigaretten in mijn zak gestoken. Ja. En waarom heb je dat gedaan? Mijn sigaretten kon ik niet veroorloven omdat ik geen geld had. Ja, dan noemen ze pikken, hè? Ja. Wat vind je nou dat je dat gedaan hebt? Ja, hartstikke dom. Wat een dom, ja, precies. Want de gevolgen heb je al gemerkt, hè? Wat waren de gevolgen? Ik ben ontslagen. Ja. Ik heb mijn maandsalaris niet meer gehad. Ik heb 4 uur in het dagverblijf gezeten bij de politie. Ja. En ik heb ook mijn vakantiegeld niet meer gehad. Duur pakken sigaretten. Ja, zeker. Ja. We gaan luisteren naar de officier van justitie. Ja, dank u wel. Verduistering in dienstbetrekking. Ik kan eigenlijk heel kort zijn. Ik acht het wettig en overtuigend bewezen op basis van de aangifte en ook bekentenis van Kevin. Maar ik wil er nog wel iets over zeggen. Het gaat natuurlijk maar om een pakje Marlboro. Maar ik vind het feit wel ernstig. En waarom? Omdat Kevin juist, hij werkt in de Plus supermarkt. En als je daar werkt als werkgever, stel je vertrouwen in je werknemers die daar werken. En je geeft ze allemaal spullen in handen. Geld komt door hun handen, goederen. En je moet erop kunnen vertrouwen dat zij dat niet, nou ja, stiekem toch mee naar huis nemen. En ik requireer dan ook tot een werkstraf van 32 uur. De eerste raadsman, meester Van Meers. Ik lag bij meneer de kinderrechter, mevrouw de officier van justitie, mevrouw de griffier. Ja, dit soort zaken vind ik altijd moeilijk. We hebben een jongen zonder strafblad. En die jongen steekt dan een pakje sigaretten in. Dat biedt zich een gelegenheid aan. Is het niet veel beter om zo'n jongen dan op een gegeven moment inderdaad de consequenties te laten aanvaarden die hij al heeft aanvaard? Aangehouden worden door de politie, ontslagen worden door je werkgever, op een gegeven moment je salaris ook niet meer uitbetaald krijgen. En dan vervolgens kom je ook thuis en dan moet je daar ook nog eens een keer spitsgoeden lopen. Want daar hoort dat natuurlijk thuis. Daar horen die ouders horen dan te zeggen tegen zo'n jongen van, waar ben je nou mee bezig, en je krijgt straf. En ik kan u verzekeren, ik heb erover gesproken met de moeder, dat is thuis ook gebeurd. Maar ja, dat is dan niet meer genoeg vandaag de dag, want dan moet het strafrechtelijk apparaat moet er ook worden opengetrokken en dan moet dat straf worden gegeven. En als u dat niet met mij eens zou zijn, dan ben ik van mening dat u dan dus inderdaad mijn cliënt zou moeten vrijspreken. Dank u wel. Dank u zeer voor uw betoog. Kevin, we zijn bijna klaar. Maar jij hebt het laatste woord, wat wil jij nog zeggen? Ik vind het heel erg dat het zo ver heeft moeten komen. Het is natuurlijk, uiteindelijk komt het erop neer dat het mijn eigen schuld is. Voor de rest heb ik er niet echt veel over te zeggen. Oké. Want ik moest wel zeggen, die 32 uur... Dit vind ik een goed uitgangspunt. Moet je in het algemeen voor dit soort zaken ook opleggen. Maar ik vind ook dat je rekening mee moet houden of de jonge man een gevolg heeft ondervonden van zijn feit. Toch moet je wel een deel gaan werken, vind ik. 16 uur. Die andere 16 uur schenk ik je met proefwet van 1 jaar. Begrepen? Goedendag. Goedendag, dank u wel. André. Daar ben jij. Ja. Jij mag tegenover me zitten, André. Meneer Meijer, welkom. Let goed op, hè, want de officier van justitie gaat ons nu vertellen waar het precies over gaat vandaag. Ja, dank u wel. Andreas wordt ervan verdacht dat hij op 15 juni 2009 in Uithoren met een ander samen een aantal goederen heeft vernield. En dat betrof struikgewas, 1 of meer bloempotten en een boom. Dat heeft hij gedaan door het struikgewas in brand te steken, de bloempotten kapot te slaan
en van de boom één of meer takken af te trekken. En was dat een grote fik? Nee, hij viel best wel mee. Ik was gewoon kwaad en ik wou gewoon een klein brandje hebben. En later zei Regina ook al tegen mij, we moeten een grote brand hebben. Die hebben de bosjes in brand gestoken, maar het lukte Heeft niet. Heeft hij de bosjes in brand gestoken? Ja. Oh. En dat brandde ook? Nee, het is net. En het is niet gelukt. Toen heb hij meer papier gehaald. En toen heb ik dat weer in de brand gestoken. Dus uiteindelijk hebben we toch wel een groot brand gehad. En was dat ook gevaarlijk voor mensen? Kleine kinderen wel. Ja? Maar niet voor mensen. Weet je het zeker? Waren er kleine kinderen in de buurt? Nee, gelukkig niet. Oké, okay. Maar dan kon die brand niks doen voor kleine kinderen, toch? Nee. En dat allemaal omdat je kwaad was? Ja. Maar hoe lang duurt dat voordat jij bij mij heel erg lang bent? Het duurt bij mij heel erg lang. Nou, noem eens wat. 3 uur. Echt waar? En achteraf gezien, hè, als je dat nu bedenkt... Ja, best wel spijt van. Heb je er spijt van? Ja. Ja, want wat, volgens mij mocht je daardoor ook niet op Amstelduin blijven, of wel? Nee, dat was de gevallen van de bewoners die daar ook woonden. Waar ben je toen naartoe gegaan? Naar mijn moeder, naar Zeeland. Oké. Okay. Even naar moeder. Vindt u dat het goed zou zijn dat hij op een andere plek komt? Ja. Ja, want u, met uw vriend, geloof ik, hè, u woont samen, u kunt dat niet aan. Nee, qua mijn ziekte ook niet. Nee, oké. Okay. Ik ben bang dat het op een gegeven moment toch... Toch escaleert. Escaleren. Je bent al eerder met de kinderrechter in aanraking geweest. Toen ben je voor de meervoudige strafkamer in Haarlem... in verband met een zedenzaak... heb je toen 20 uur werkstraf gekregen. Heb je die gedaan, Tom? Nee, dat was een voorwaardelijke straf. Dat oh ja. Niet meer... ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En dat is alweer wat langer terug, ook in Haarlem. Ja. Toen ben je voor brandstichting en vernieling ook veroordeeld door de kinderrechter. En toen heb je 40 uur werkstraf gekregen. Ja. Heb je die gedaan? Ja. Waar heb je toen gewerkt? Kinderboerderij. Dat heb je toen gedaan? Ja. En op 13 februari ben je nog een keertje voor de kinderrechter in Haarlem... heb je voor diefstal, vernieling... en beschadiging van auto's, heb je 40 uur werkstraf ook weer gekregen. En wat heb je toen gedaan? Ook weer de kinderboerderij hetzelfde. Maar luister eens, blijkbaar is het zo... dat jij daar niet bang voor bent voor zo'n werkstraf. Nee. Dat... Ik vind het niet leuk, maar ik ben er niet bang voor. Ja. Je hebt een tijd lang op een bijzondere school gezeten, hè? Ja. En dat heeft te maken met jouw handicap. Wat voor een handicap heb je? Ik ben nu in principe 17, maar ik heb een kind achterstand van 11-jarigen. Ja. En ik ben niet precies wat, ik weet niet precies wat voor handicap ik heb. Nee. Ja, André, dan zijn we op het punt gekomen dat de officier van justitie ons gaat vertellen wat ze ervan vindt. Ja, dank u wel. Nou, over het feit kan ik eigenlijk redelijk kort zijn. Ik acht het feit, zoals het is te lastig legt... de vernieling van de takken, van het bosje en van de bloempotten... acht ik wettig en overtuigend bewezen. Ik vind dan ook dat er een straf moet volgen. Dat is ook de vraag, wat voor een straf? Daarmee hou ik rekening met het feit dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Althans, dat denk ik. Dat hij al meerdere keren is veroordeeld voor vernieling... voor brandstichting. En ook dat hij echt vlak voor dit feit al bij de kinderrechter was geweest. En ik zal het een korte werkstraf houden. Dan kan hij die uitvoeren. Dan heeft hij ook een beetje een dagbesteding. Niet voor deels voorwaardelijk. Dat was ik van plan. Maar het heeft toch geen zin. En hij loopt nog in een proeftijd. Dus ik verzoek u op te leggen. Een werkstraf voor de duur van 20 uur. Dan sluit ik het onderzoek. En ik doe meteen uitspraak. Ik denk wel dat bewezen is dat jij die dingen vernield hebt, hè? Die bloempotten en dat je ook brand gesticht hebt. En dat leg je al een werkstraf op van 20 uur. Dat is. Okay. Ja? Dan hoop ik dat het verder goed met je gaat. En dat we je hier niet meer zien in verband met dit soort dingen. Ja? Ik hoop het ook. Jij hoopt het ook. Je kunt niet zeggen, u ziet mij niet meer terug. Dat weet ik nog niet. Oké, dat is ik wel eerlijk. Ik hoop het niet. Nou, dat was het. Goeiedag, Finani? Ja, maar. Je gaat naar de rechter.
Mag je die kant? Brood? Nee. Hoe lang, hè? Ja, wat een liefde. Hoe laat is het? Alle vijf. Ja, moet je je in en mijn rug doet pijn, man. Ik kan aan het zitten. Ik kan sporten of lucht of zo. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, jongens. Ga zitten. Vlak voor de zitting heb ik begrepen dat er in de Doggershoek waar jij nu zit een persoonsonderzoek wordt afgenomen. Of misschien al is afgenomen. Ja, die is afgenomen, ja. Dat is ik al... moet nog een eindgesprek en dat is dus zeg maar de laatste fase van het PO moet ik nog afronden. Hm. Dat is voor mij nieuwe informatie en voor u ook. Helemaal. Ja. Het is ontzettend jammer dat we niet eerder geïnformeerd zijn. En dan kijk ik toch even naar u. U bent de voogd. De vraag is natuurlijk of we nu verder kunnen of niet. Nou, de reden is dat het in overleg met de civiele kinderrechter dat zo besloten is in aansluiting op de zitting die op dezelfde dag er was. En ik ben gewoon ervan uit te gaan dat het bij de rechtbank wel in zijn dossier bekend was. Intern bekend was, ja. 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 Ja, hoe denkt u daarover? Ik ben er niet voor om vandaag de zaak te behandelen. Ik vind dat voor cliënt een gemiste kans. Ik denk dat het voor hem, voor zijn persoonlijkheid, met de verdenkingen die er liggen, juist wel van belang is dat alle informatie compleet is. Dat je dus dat PO al in je achterhoofd hebt en dat in de hele behandeling kunt meenemen. Ik vind het vervelend dat het zo gaat, maar ik denk dat ik er niet aan ontkom om het dan toch aan te houden in zijn geheel de zaak. Waarom kom ik hier? Ik word helemaal lijp nu. Ik kom hier voor niets. Ik ben onschuldig en ik kom hier voor niets. We gaan dat zo meteen beneden even bespreken. Luister gewoon even wat de kinderrechter zegt. Ik ben hier de hele ochtend aan, man. Ja, Younes, ik vind het dus ook... Younes, luister eens. Ik vind het ook echt vervelend voor jou. Mevrouw, mag ik iets zeggen? Ja, zeg mag ik iets zeggen? Zeg. U en deze meneer en mijn advocaat en mijn moeder wisten 3 maanden van tevoren dat het PO nog niet was aangevraagd. Ik niet, hoor. Ik wel. Mm-hmm. En mijn advocaat ook en hij wist dat ook. Mm-hmm. Maar tot voor kort... 3 weken geleden is PO pas aangevraagd, mevrouw. Ik vind eigenlijk dat gewoon gekeken moet worden. Ben ik schuldig of ben ik onschuldig? En ik wil niet dat ik nog weer weg word gestuurd. En ik ben hier voor helemaal voor niets gekomen, zeg maar. Ik ben om 6 uur uit mijn bed gekomen voor niets. Ja, ik vind het ook heel vervelend. Ik wou dat ik dat ook eerder wist. Ik wil naar school. Als er een straf bedacht moet worden, dan is dat toch van belang dat het een straf is die een beetje rekening houdt met de persoon die jij bent. Jullie houden sowieso geen rekening met mij, dus ik wil gewoon mijn straf weten. Als 6 maanden, 7 maanden, een jaar. Ik ben gewoon weet dat ik niet echt iets heb... Ik weet dat ik wel fouten heb gemaakt, maar ik heb geen ernstige, forse delicten gepleegd. En ik vind dat ik gewoon een strafverdachte kan worden. Younes, luister, ik ga je even nu... Want ik begrijp dat je dit vervelend vindt. Ik begrijp het ontzettend goed. Maar ik ga nu even spijkers met koppen slaan. Het is heel raar gelopen vandaag. Ik ga de zaak aanhouden. Ik moet gewoon vragen laten worden. Er moet strafrechtelijk naar die zaak gekeken worden. En ik wil helemaal geen strafadvies, want ik vind dat ik zelf geen straf verdien. Nou. En dat... Luister, mevrouw. Nee, lieve, we gaan nu stoppen. Ik ben hier voor niks gekomen, man. Ja. De volgende zaak kom ik gewoon niet. Dan laat ik op afstand schrijven. Laat ik een postduif komen of zo. Kom op, nou. Maar dat mag niet. Je moet komen als je onder de 18 bent. Ik laat gewoon een postduif komen. Hé, maar ik ben blij te horen dat het gewoon goed gaat. In de Doggershoek. Ja, het gaat heel goed, vind ik mevrouw, echt, maar echt heel goed. Zo te zien heeft het helemaal geen zin om goed te gedragen. Dus dat is niet waar. Hey, ik kan hier gewoon niet tegen me. Nee, dan zal ik het je even uit. Ik heb me voorbereid op deze zaak en dan omdat Jurgen op zich weer eens niet voorbereid heeft. Het is de derde keer. Ik moet al 5 jaar het PO maken. Hè? 5 jaar. 5 jaar is er niks aangevraagd.
Het is me 10 keer opgelegd door de rechter en nu pas is dat PO. 10 keer opgelegd. Meneer Adema, begrepen wij. Goedemiddag inmiddels. En er zou nog een tante komen, begrepen wij. Nou, goed. Ik wil wel beginnen, dus als de deur vast dicht kan, als tante komt, dan mag ze dadelijk nog even binnen. Valentino, je zit hier vanmorgen als verdachte, vanmiddag inmiddels moet ik zeggen, als verdachte. Dat betekent dat je op verdere vragen hoef je geen antwoord te geven, dat mag wel. Wat we gaan bespreken, en wij, ik wijs eerst aan de mensen aan deze kant van de tafel, dit is de raadkamer van de rechtbank, dat is de rechtbank. Dat zijn wij vieren, daar zitten die vier. Wat wij moeten gaan bespreken is of jij langer vast moet blijven zitten. Ja? Nou, de officier van justitie, dus mevrouw die daar zit, heeft een verzoek neergelegd bij de rechtbank. En ik ga vragen voor hoeveel dagen Valentino 90 dagen. Langer vast zou moeten blijven zitten. Oké. De officier wil dus dat jij 90 dagen langer vast blijft zitten. Goed, dan stel ik voor dat we het nou zo gaan doen. We gaan nu luisteren naar je advocaat en daarna de officier van justitie. Wat speelt er nou eigenlijk in het dossier? Er is een diefstal gepleegd in Amstelveen, in een woning. Daarbij zijn telefoons ontvreemd. Die zijn getapt. Dat spoor heeft geleid naar Tony, de broer van Valentino. Er vindt een doorzoeking plaats en er worden wapens gevonden. Uit het hele dossier zoals dat nu voor ligt, is er niets, maar dan ook werkelijk niets, dat wijst op betrokkenheid of wetenschap van de zijde van Valentino. Het is mij in ieder geval volstrekt onduidelijk waarom justitie hem nu verdenkt. Kijk, er is op dit moment geen materiaal in het dossier aanwezig dat duidt op betrokkenheid van Valentino. Er zijn geen vingerafdrukken, er zijn geen sporen op andere wijze veiliggesteld. We hebben het over een minderjarige en ik vind dat er na 2 weken wel materiaal moet zijn om iemand vast te kunnen houden. En met het dossier zoals dat thans voor ligt, zie ik dat niet. Dus primaire standpunt is dan ook afwijzing, omdat er geen ernstige bezwaren zijn. En mocht u Valentino toch houden, dan vraag ik u de vordering, de toewijzing, bij toewijzing te matigen. Want ik vind 90 dagen bij deze stand van zaken, bij dit dossier, echt over de top. Duidelijk, dank u wel. Er zijn natuurlijk nogal wat spullen aangetroffen, hè? Behalve de 5 wapens. Ja. Iets van 84.000 euro aan vals geld. Sieraden, meen ik, althans herenhorloges, Rolex. Ja. Cartier, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja. Goed. En u zegt, daar willen wij nog nader op door. Ja, het is nogal wat, laat ik het zo zeggen. En dat kost ook tijd aan de politie. Ik ga eerst naar meneer Meeuwen toe. Nou ja, in ieder geval een positieve ontwikkeling in de zaak van Valentino is dat er contact is met de familie. En dat was tot gisteren nog niet gebeurd. Moeder verblijft in Frankrijk. Daar heeft zich een tante gemeld van Valentino. Mm-hmm. Die ook heeft aangegeven. Ze is ook aanwezig. Mm-hmm. Dus mogelijk dat hij nog later binnenkomt. Maar in ieder geval is ze er. En ze heeft aangegeven dat ze Valentino kan opvangen op het moment dat hij zou worden vrijgelaten. Ik blijf wel bij het standpunt dat er waanzinnig veel moet gaan gebeuren in de situatie van Valentino. Nou, ik hoor het u zeggen, en niet als dooddoener, maar dat lazen wij allemaal wel natuurlijk. Ja. Dat jij jarenlang niet naar school bent geweest. Je hebt ook uitgelegd waarom, hè? Omdat je neef op een gegeven moment is doodgeschoten en je moeder toen, althans is het verhaal wat ik erover gelezen heb, zo angstig werd daarvan dat ze eigenlijk niet wilde dat je verder naar school toe ging. Maar dat is natuurlijk nogal wat in jouw leven. Sowieso ook het feit dat het met je neef gebeurd is. Maar ook dat jij vervolgens helemaal niet meer school toe gaat. Dus wat kunt u daarover zeggen? Nou ja, een 17-jarige jongen met zo'n achterstand wat school betreft. Een leerplichtambtenaar die nog aan allerlei kanten op moet bewegen. Mm-hmm. Dus dat wordt heel ingewikkeld. Mm-hmm. Tante, neemt u plaats. We luisteren op dit moment naar wat meneer Meeuwen van Jeugdzorg te vertellen heeft over de situatie met Valentino. Ja? Oké, Valentino, want jij zit... Ik kom zo bij je terug, meneer Meeuwen. Jij zit mee te luisteren wat meneer Meeuwen zegt. Wat vind jij er allemaal van? Ja, ik vind het gewoon echt zonde dat ik niet naar school gaat. Sorry, wat vind je het? Gewoon zonde dat ik niet naar school ga. Zonde? Ja. Ik had net een afspraak ook met de kinderbescherming. Ik had 18e en 19e de kinderbescherming afspraak. Ik kon alleen naar school beginnen om te gaan. En het kon niet doorgaan. Ja. Maar waarom speelt het al nu opeens wel voor jou dat je het belangrijk vindt om naar school te gaan? Waar zit je motivatie? Dat is natuurlijk echt mijn vraag, hè? Ja, ik wil gewoon mijn moeder gewoon niet meer luisteren. Want mijn moeder wil dat ik thuis blijf en niet meer naar school. Want ze is bang gewoon ons naar school te laten. Ja. Maar als ik gewoon doorga met mijn moeder om te luisteren, dan ga ik nooit een leven hebben gewoon. Dan moet ik gewoon naar school moeten gaan. Ik wil gewoon mijn toekomst hebben gewoon. Ja. Goed. Wat wilt u nog zeggen? Ik ga op Valentino passen als die vrijkomt. Tot die moeder komt, ga ik op Valentino zorgen. Ja. U doet de eerste opvang.
En u bent een tante, hè? Ja. Een zus van, hoe zit dat? Of de moeder of de vader? De moeder van Valentino is mijn vaders zus. Oké. Okay. Zijn tante. Ja. Ja, nee, precies. Ik probeer het te volgen. Ja. We hebben nog een keer goed gekeken naar het dossier. Wat op dit moment de stand van zaken is van het onderzoek. Wij vinden op dit moment dat er wel, want daar heeft je advocaat het over gezegd, voldoende ernstige bezwaren zijn. Dus op zichzelf is er zijn wel voldoende verdenking tegen jou. Maar, en daar hebben we net ook over gesproken, je advocaat gaat het later nog goed aan jou uitleggen hoor. Wij vinden dat er geen gronden meer zijn om jou langer vast te houden. Dus er zijn geen redenen meer om jou langer in voorlopige hechtenis te houden. Ja? Dus er zal nog wel onderzoek gepleegd worden in de zaak waar we net over gepraat worden. Dus daar kan je wel op rekenen. Dat hebben we net van de officier gehoord. En op dit moment blijf je ook nog wel verdacht. Maar je hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te zitten. Dus je wordt in vrijheid gesteld. Oké. Okay. Ja? Okay. Overleg het ook even met je advocaat. Wij gaan nu wel door. Ik ga nu naar Den Helder. Dan mag ik naar buiten. Ja. Als de, wanneer de fax daar is. Precies. Ja, ik heb het geweest. Okay. Dag. Het gaat vandaag over het verzoek van de gezinsvoogd om uw zoon Bradley langer onder toezicht te stellen met een periode van een jaar. En hem ook uit huis te plaatsen, hè, in een pleeggezin waar hij op dit moment ook al zit. Ook voor de periode van een jaar. Nou, Bradley die is zelf net 1 jaar geworden op 21 ja, november. En ja, ik heb het een en ander over hem gelezen. Hij is in detentie geboren. U zat toen vast. Ja, klopt. En hij had lichte afkikverschijnselen toen hij werd geboren. En hij is meteen uit huis geplaatst. Ja, nou, het afkikverschijnsel, om daarover te praten, dat is sowieso iets wat helemaal niet waar is. Maar u had wel in het begin van de zwangerschap toch gebruikt? Eigenlijk wat alcoholgebruik, ja. Maar goed, hij is dus meteen uit huis geplaatst toen hij was geboren. Ja, klopt. Is er in het ziekenhuis in. Toen heeft hij in een crisisgezin gezeten. En daar wilde ik even de gezinsvoogd over vragen. Want hij zit nu, las ik opeens, in het pleeggezin waar hij in mei is geplaatst. Klopt, ja. En dat is het derde gezin waar hij nou in zit? Ja, klopt. En als ik het goed heb, heeft u nou wel contact met hem, mevrouw? Ik noem het geen contact. Ik heb een keer maar 3 uurtjes in mijn handen gezien na de hele bevalling. Ja. En ik vind het heel medogeloos, het manier van omgaan. Ja. En ik wil niet dat hier een stop aan. Ik hoop dat hier gauw een einde aan kan komen. Hoe gaat het met, want u had was gebruikte drugs? Nou ja, gebruikte drugs. Het was een jaar geleden, echt anderhalf jaar geleden, ik er echt slecht aan toe was, weet je. Dat was en hoe gaat het nu? Het gaat nu redelijk. Jawel. Gebruikt alleen, u nog emotioneel, wel? Emotioneel geraakt, gewoon nog steeds kapot, gewoon. Ja. Ik ken het niet zo van dat ik zo anderhalf jaar ervoorheen echt continu rare dingen gaan doen, in de stad lopen, slenteren en dat soort dingen. Nee, maar gebruikt u nog drugs, mevrouw? Als ik nog drugs gebruik? Nou, ik drink nog wel. Af en toe. Drinkt wel? Ja, dus ja. Af en toe alleen maar drinken, ja. Maar en, niet echt wel zwaar. Drugs niet meer? Nee, dat niet zo. Nee. Niet zo? Nee, of niet helemaal zo. Niet? Nou ja, goed, ik ga niet liegen. Gewoon weekends wel, s'avonds, ja. Tegen de pijn. Tegen emotionele pijn? Ja, tegen de emotionele pijn, ja. Nou wil de gezinsvoogd, die zegt, ja, Bradley die zit nou in een gezin waar hij ook kan blijven. En die wil dus dat de ondertoezichtstelling verlengd wordt, Dus dat zij langer zijn gezinsvoogd blijft voor een periode van een jaar. En zij wil ook dat hij daar opgroeit. Nou, ik ga er niet mee akkoord. Ik wil dat als ik geen andere kant heb om op te staan, wil ik gewoon dat mijn zus gescreend wordt en dat de voogdijschap naar de familielid gaat. Ja. Ja? En dat het dit gedoe moet ophouden. Ja, want ik vind het onrustig voor mijn kind. Drie verschillende mensen. Drie verschillende pleeggezinnen. Ja, maar dan zou die weer naar een volgende gaan. Dat zou uw zus zijn. Dat is ja, de vierde familie. Het is familie. Wat wilt u zeggen over de zaak? Ja, tante zegt, ze is net verhuisd. Dus ze heeft een groot huis. De oudste zoon van mevrouw Landvrucht is bij haar komen wonen. Ze zegt, ik kan hem een veilige plek bieden. Ik kan een bezoekregeling met moeder uiteindelijk toestaan, eventueel begeleid. Dus zij ontkent dat daar die belangen te veel verstrengeld zijn. Want zijn uw beide oudere zonen bij haar opgegroeid? Of waar zijn die nou opgegroeid? Nee. Mijn 2 kinderen, daar heb ik voor gezorgd dat ze jaren 9 en 10 waren. 9 jaar en 10. En daarna hebben ze bij mijn moeder gewoond. Mijn moeder is in 2003 overleden. En toen zijn ze naar uw zus gegaan? Alle zussen hebben mij gewoon een beetje gesteund. Dus okay. Ze zijn ook allemaal boos op mij. Ik heb geen telefoontje, want ze zeggen van nou, we vinden jou een beetje stom dat jij niet achteraan gaat. Dat Bradley niet bij ons in de familie komt. Ik vind dat dat onderzoek naar de tante wel moet gebeuren. Omdat we helemaal moeten weten wie is er nou beschikbaar
voor Bradley. Waar kan die wonen? En dan moeten we de afweging maken, waar is het beste voor hem? Uw belang heeft daar niet veel mee te maken. Het belang van de tante ook niet. Zijn belang staat dan voorop. Heeft u het begrepen, mevrouw? Ik heb begrepen dat mijn zoon nog een half jaar bij die pleegzin blijft, of dat niet? Ja. De rest gaat u afschatten aan uw... Ja, ik vind het heel verschrikkelijk. Ik vind het onrustigheid en... Ja, mevrouw, ik begrijp het, maar dit is zo. Bedankt voor uw komst. Ja, oké. Okay. Zou je daar willen gaan zitten, alsjeblieft? Ja, in het midden, dan kunnen we elkaar goed aankijken. Precies, daar graag. Dat ging niet zo goed thuis, geloof ik, hè? Nee. Vertel eens wat erover. Het was zeg maar eerst gewoon wel heel erg goed tussen mijn moeder. Maar totdat ze opnieuw, zeg maar, gewoon weer een vriend kreeg en zo. En ja, al deze problemen spelen eigenlijk al vanaf toen ik 8 was. Aha. En wat voor problemen speelden er dan? Het was allemaal mijn schuld. Het leek net alsof ik een lastwaar was en dat ze gewoon niet wou dat ik er was en zo. En ja, het leek me soms ook beter dat ik er niet was. Dus probeerde ik zelfmoord te plegen en dat soort dingen. Ja. En ja, dat die vriend me had aangeraakt, zeg maar, dat zij het niet wou geloven, deed me ook heel veel pijn. En op een gegeven moment ging alles gewoon een beetje te ver, zeg maar. Want ik kreeg ook echt heel veel ruzie met haar en dat, ja... Ze sloeg me ook, zeg maar, heel vaak dan. En ik werd soms tegen de muur aangegooid of zo. En ik ben ook gewoon letterlijk uit huis geschopt. Zo. Dus. Hoe oud was je toen? Toen was ik gewoon 13. 13. Jeetje. Heb jij wat meegemaakt, Tanisha? En toen ging je bij je vader wonen? Hoe is dat gegaan? Zeg maar, na de zomervakantie ben ik gewoon bij mijn vader gebleven. Ik ben niet meer teruggegaan naar mijn moeder of zo. Nee. Nadat ze tegen mij heeft gezegd dat ik haar dochter niet meer ben, voelt het ook gewoon niet meer zo. En heb ik gewoon totale scheid aan haar gekregen. Oh ja? Nou, het is wel duidelijk Nederlands wat jij zegt. Want om het nog erger te maken, heb je jezelf ook af en toe pijn gedaan, volgens mij. Ja. Ja. Want heb je nou begrepen dat je vader eigenlijk bij een vriend woont en dat er echt te weinig plaats was daar om daar te wonen? Ja, er was zeg maar wel een kleine studeerkamer en ik had daar de laatste tijd zeg maar een soort van mijn kamer van gemaakt. Alleen sliep ik nog wel bij mijn vader op de kamer. Maar dat is toch veranderd. Je sinds een aantal weken niet meer bij je vader woont, maar nu bij de crisisopvang zitten. De bedoeling is dat er gezinsvoogd komt, Tanisha. Die gaat kijken wat dan wel goed is voor jou. Dat je weer een beetje kan lachen. Het leven weer leuk begint te vinden. Hoe gaat het op school? Niet goed. Nee. Ga je wel naar school? Ik doe nu HAVO. HAVO? Ja. Ja, dat maak je ook wel op mij, hoor. Je kan heel goed formuleren. Je bent een intelligent meisje. Nou, dan hebben we iemand. We hebben papa. Komt u maar hier naar voren, alstublieft. Moeder is er ook. Ja. Dat is de moeder. Gaat u daar maar zitten, alsjeblieft. Wordt er wel een film? Ja. Daar heb ik wat tegen eigenlijk. Als u dan even op de gang wacht. Ja. Zo dadelijk even apart gehoord, zonder tv erbij. Oké. Okay. Nou, wat vindt u van de situatie? Kijk, ze hebben mij een tijd gezeten. Wat betreft de standaard dingen voor een kind, die waren er. Het enige waar ik als vader zijn in tekort schiet, is het psychische gedeelte. Kijk, ik heb de dingen aangehoord. Er zijn ook een aantal dingen die ik pas eigenlijk recent pas weet, die er gebeurd zijn in het verleden. Ik dacht eerst ook dat het puberteit was, maar dat schuif ik dus helemaal opzij. Hè. Er zijn een aantal redenen voor waar bepaalde reacties op zijn geweest. Ja. En ja, wat dat betreft ben ik ook blij dat ze nu even onder professionele behandeling, eigenlijk zo zeggen. Want ja, ik als vader zijn weet daar niet mee om te gaan. Hmm. Dus ik heb toch nog een vraag aan jou. Net kwam je moeder binnen, dat had ik eigenlijk niet verwacht, want... Ze was aanvankelijk niet op de juiste tijd gekomen, is ze er toch? Het is natuurlijk wel wat frictie tussen jou en haar, om het maar voorzichtig uit te drukken. Ik zal wel je moeder ook moeten horen. Wil je daarbij zijn? Ja. Wel. Ik heb het volgens mij aan ieder uitgelegd dat vorig jaar... waarom het geëscaleerd is.
En dan vorig jaar, als het met mij niet goed gaat en ik stort in elkaar en ik vraag, neem het even over aan de vader. En ik denk aan de bestwil van mijn dochter en ik draag het daarom ook over. Onderbreek u even. Volgens mij is het niet goed voor haar. Waar we het over hebben is... Nee, ze mag doorgaan. De waarheid moet toch... de waarheid, oh mijn god. Moet jij zeggen? Nou, ten eerste even niet. Hoe zit dat? Nou, weet u wat het is, mevrouw? Het gaat mij alleen maar om één persoon in deze hele zaal. Het is zij. Ja, maar dan moet je wel met een juist verhaal komen. En die wel op waarheid is gebaseerd. Oké, mag ik even wat zeggen? En als jullie alleen maar naar één kant luisteren, dan vind ik dat wel heel... Nou, dan klopt het van geen kant. Luister, als er... Nee, wacht. Als er een conflict is... als er een discussie of een conflict is tussen twee personen, zijn er altijd twee verhalen. Dat wil niet zo zeggen dat ik gelijk heb. Het wil ook niet zo zeggen dat mijn moeder gelijk heeft. Maar er zijn gewoon een aantal dingen gebeurd. En we beleven het allebei op een hele andere manier. Het wil niet zo zeggen dat ik jou de schuld geef van iets of wat dan ook. Maar ik heb het zo beleefd. En ik zit daarmee. Ja, maar het moet niet zo gesteld worden dat ik jou jaren heb mishandeld. Of vorig jaar is het geëscaleerd doordat ik in elkaar stond. Niemand zegt dat jij mij jaren hebt mishandeld of wat dan ook. Maar ik zit zodanig. Ik heb jou altijd verzorgd. Ik heb jou altijd het beste gegeven. Oké, ik kap het even af. Als u eens kijkt, dan ziet u hoe uw dochter nu zit. Ik weet heel goed hoe ze eruit ziet. Dat hoeft niemand mij te vertellen. Nee, maar ik moet de beslissingen nemen en ik kijk hoe zij is. Ja, tuurlijk. En jij kent haar maar eventjes. Jij ziet hier naar haar. Oh, mama, alsjeblieft zeg. Laat toch gewoon even uitpraten. Ja, maar ik ken haar haar leven lang. Maar dat kan niet zo zijn. En iemand die iemand anders beslist over mijn kind... Mama, ja, dat ik mijn leven bij ben geweest, wil niet zeggen dat je... Ja, maar maakt nu ruzie, daar heb ik helemaal geen zin in. Geweldig, echt waar. Geweldig. Nou, mevrouw, ik wil toch dat u weer de gang op gaat. Want het gaat helemaal verkeerd. Zou u weer de gang op willen gaan, alstublieft? Dag, mevrouw. Tanisha, ik moet een beslissing nemen waarvan ik denk dat dat in belang is van jou. De beslissing is dat ik op de gezinsvoogd... Dus vader ook mee eens, had ik gelezen. Die jou, je vader, maar ook je moeder, voor zover zijn beeld is... gaat bijstaan over jouw verdere ontwikkeling. Er vindt uithuisplaatsing plaats. Dat betekent dat je voorlopig in overleg met de gezinsvoogd wordt bepaald wat er met jou gaat gebeuren. Dat gebeurt overigens wel met jou en niet zonder jou. En Tanisha maakt niet alleen intelligent, ook een hele rijpe indruk. Ze zegt, ja, als er twee mensen zijn, zijn er twee meningen, zijn er twee werkelijkheden. Zo is het ook. Vereist wel dat je in elkaars standpunten kunt inleven. En daar was de moeder in ieder geval niet toe in staat hebben kunnen vaststellen in deze korte periode. Het is allemaal niet in het belang van Tanisha wat hier gebeurt. Er moeten van dat soort zorgen zijn gevrijwaard. Helaas is de werkelijkheid anders. Daar moet worden gewerkt. En ik hoop, Tanisha, dat jij de kracht kunt opbrengen. Het geduld kunt opbrengen. Om dat toch te doen. Want er is geen alternatief. Hiermee moet ik het laten. En op een of andere manier moeten jullie nu naar buiten. Waar een, volgens mij, boze moeder ook nog aan het oreren is. Dus. Ja. Wens jullie veel succes. Wie bent u als u vragen mag? Oké, gaan we daar zitten. Die grote stoel, echt voor tantes bedoeld. Je zit hier omdat je bij je tante verblijft, hè? Die zit naast jou. Ja. En de vraag is of dat moet blijven, ja of nee? Als ik wil blijven? Ja. Ja, maar ik wil wel liever naar huis. Liever naar huis? Ja. Ben je nou zelf vertrokken of... Nee, ik ben uit huis gestuurd. Gewoon weggestuurd? Ja. Mijn stiefvader had me uit huis geplaatst. Omdat ik was vaak niet gehoorzaam. Ik kwam altijd laat thuis en zo. Nou, zullen we aan de tante vragen wat zij van de situatie vindt? Want in feite ben je een soort pleegmoeder geworden, hè, van de chairman. Ja, zoiets. Ja. Waar ik nu eigenlijk op punt is dat ze dus liefde zoeken op een verkeerde manier. Aha. En het is dus echt met jongens. En waardoor ze dus ook nog steeds het gedrag hebben van liegen. En smoesjes. En dat dus eigenlijk. En daar heb ik wel een beetje zorg over. Ja. En dat bespreekt u ook wel met Sherman? Ja. Dus ze heeft haar moeder wel nodig. De moederliefde, kijk, ik kan haar wel geven, maar ik ben haar moeder niet. En de liefde wat zij dus echt nodig hebben om dus eigenlijk de goede liefde te gaan zoeken... Ja, dat moet toch een moeder doen.
Nou, Charlie, ik moet toch iets aan je vragen, wat ze misschien niet helemaal niet leuk vindt, maar wat toch wel een rol speelt op dit moment. Mm-hmm. En dat het erop lijkt dat je moeder je op dit moment niet thuis wil hebben. Ja. Weet jij dat? Ja. Ja. Hoe vind jij dat? Nou, eigenlijk niet leuk. Niet leuk? Nee. Nee. Nou, Sherman en tante, ik moet een beslissing nemen. Ik denk dat dat morgen of overmorgen wordt, dat ik die beslissing op papier zet met behulp van de rivier. En dan hoort hij het wel. Oké. Nou, sterk dan, hè? Oké. Okay. Dank je wel, hoor. Ja. Ja. Op dit moment is het kind verstoten, zoals dat is het woord dat wel in een stuk voorkomt. Nou, dat is natuurlijk voor een kind van 14 nogal pijnlijk. Dat straalt ze ook wel uit. Wat je natuurlijk wel merkt is dat in sommige gevallen er gezinszorg nodig is. Dat blijkt ook uit stukken dat het kind met de ondergang wordt bedreigd. Dat is een wettelijk criterium. En dat vervolgens er blijkt er geen gezinszorg te zijn. Omdat er wachtlijstproblematiek is, soms van maanden. Wat nog veel erger is, vind ik overigens, als een kind er zo slecht aan toe is, dat het moet worden opgenomen in een inrichting. Omdat het ook niet vrijwillig behandeld moet worden, dus gedwongen. En dat er geen plaats is. Zitten soms zelf vast, omdat het niet aanvaardbaar is dat ze buiten rondlopen en de armen vallen van loverboys. De situatie hier wel veel ziet. Zoals ze toch worden opgesloten, van hun vrijheid worden beroofd en niet worden behandeld. Maandenlang. Nou, dat vind ik als kinderrecht wel moeilijk om daarmee om te gaan. Dan mogen jullie wel rustig weten. Ik heb besloten in het licht daarvan daarmee op te houden. Nou, het gaat om kinderen. Die beschadigd zijn of beschadigd raken of beschadigd worden. Ze zijn ook onherstelbaar als er niks gebeurt. Dat zijn de feiten. Nou, de ene kan daar beter tegen dan de ander en ik kan het niet zo goed tegen. Volgende zaak. Hallo. Camera, ja. Alles goed? Ja, gaat het gangetje. Even kijken wat het vandaag wordt. Ik weet eigenlijk niet precies wat er allemaal wordt verwacht en zo. Ik zal kijken. En mijn advocaat is naar New York. Die heeft lekker een vakantietje genomen. Ja, ik weet niet wat er vandaag gaat gebeuren. Ja, het ziet ernaar uit dat ik niet echt vrij ga komen. Als ik vrij is, zeg maar, kom op strafrechtelijke basis, dan blijf ik alsnog op civiele basis. Dus sowieso eigenlijk niet echt iets positiefs, denk ik. Toch nog PO is toch nog ook niet klaar, dus ja, veel onduidelijk. Hallo Younes. Goedendag. Ga zitten. Het is een vervolg eigenlijk van de zitting van 31 maart. Ik ga zo natuurlijk, Younes, ja, aan jou vragen wat jij ervan vindt. Ik ga eerst even verder met meneer Jonker om te kijken waar hij dan heen kan. Ja. Ik heb vandaag te horen gekregen dat we een mogelijke plek hadden, namelijk Almata. Wij hebben vandaag te horen gekregen dat hij welkom is daar. En dat hij daar 13 april, dus volgende week dinsdag, naartoe kan. Almata? Een nieuwe groep? Het is een nieuwe groep inderdaad. Ja. 1 april gestart. Ik heb aangegeven dat we willen werken naar zelfstandigheid. Mm-hmm. Behandeling, maar uiteindelijk naar zelfstandigheid. En het is daar mogelijk volgens Almata. Wat vind je van het verzoek? Het verzoek om jou 6 maanden ja, gesloten te plaatsen. Kijk, die 6 maanden, ik ben het er niet mee eens. Je zit nu strafrechtelijk vast, hè? Ja. Op een gegeven moment houdt dat op. En precies, dan moet jij ergens heen. Precies. Je zegt zelf, naar huis kan ik niet. Nee, ga ik ook niet. Wat denk jij dan dat er moet gebeuren nu? Wat er moet gebeuren? Waar moet jij dan heen? Volgens jouzelf? Ik kan. Ja? Ik moet naar school. Ja? Maar ik waar slaap jij? Ja, waar ik ga bij een vriend slapen. Een hele goede vriend van mij, waar ik ook heb overbrugd in toen ik zeg maar net uit Marokko terugkwam. Hm. En ja, het zijn 3 vrienden waar ik kan overbruggen. Kijk, weet je wat het is? Of het is nu mijn school, of het is nooit mijn school. En er wordt nu al naar gekeken over mijn gedrag en dit en dat. Ik kan ook gewoon naar school gaan en daarnaast een soort van therapie of behandeling volgen, ambulant. Dat hoeft allemaal niet gesloten.
Ja, maar je hebt tot dusver niet bewezen dat dat ambulant zou kunnen. Want je ontrok je steeds aan die afspraken. Ik ging elke keer naar een afspraak en dat... Ja, dat lees ik, Younes. Daar word ik nu dus boos van. Ja. Ik weet dat Younes niet eens is met een gesloten jeugdzorg. Inderdaad, wat Younes nu ook aangeeft, hij wil het zelf gaan doen. Hij zegt, geeft ook aan dat hij het kan. Daar verschilt de jeugdzorg van mening over. Wij stellen voor eerst een behandeling in een gesloten kader... om vervolgens te werken naar zelfstandigheid. Ja. Younes. Ja. Ik ga jou ook duidelijkheid verschaffen nu. Want ik vind dat jij nu moet weten waar je aan toe bent. Geef het maar. Geef een jaar. Geef 3 jaar gesloten machtiging. Nee, dit is 6 maanden gevraagd. De eerste keer dat ik verlof ga, gelijk poef, de benen. Nou. Fucking OTS, man. Younes, Oké, ik hou mijn mond dicht. Nee, Younes, luister nou even. Want je doet het juist zo goed. Weet je waar het ons om gaat, Younes? Kijk, als jij 18 bent... ga je het toch zelf regelen. Ik ga nu alles zelf regelen. Tot je 18 bent... Vanaf nu regel ik alles zelf. Luister even. Ik denk dat het doel moet zijn dat jij zelfstandig gaat wonen. Al dan niet in het begin begeleid. Ik ga verzoek gesloten plaatsing toewijzen. Maar ik beperk het tot 3 maanden. En dan komen we over 3 maanden weer terug. En dan heb ik het rapport. Ja. En dan hoor ik ook hoe het hem inmiddels is vergaan. Precies. En Younes, nogmaals... Het is allemaal... Wij willen ook dat jij die school afmaakt. Ja, wij willen. Ja. Dan had je nu die OTS niet toegewezen. Want nu kan ik mijn school niet maken, ja? Nu ga ik mijn hele leven... zit ik zonder school, zonder diploma. Ben je mal? Wat moet ik doen? Hoe moet ik een diploma halen? Dit is mijn laatste jaar, zeg ik toch? Ik zit in de 4e, ik ben bijna 18. Ik ben bijna meerderjarig, dat kan niet. Maar Younes, het verleden... Het is middelbaar voor onderwijs. Het verleden, dat kan niet in je 8 op je 18e. Het verleden ben je juist niet naar school gegaan. Ja, en in de toekomst zal ik dat ook niet meer doen. Dus dat is waar wij mee werken. We willen juist dat je naar school gaat. We willen juist. Zo goed gaan we het nu doen. Dus je blijft vastzitten, maar nu op civiele gronden. Ja? Ja, dat is goed, mevrouw. Oké. Okay. Nou, sterkte. Dank u wel, mevrouw. Voor al iedereen thuis, jullie zien hoe hard ik genaaid word. Gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Waar iedereen met open ogen bij staat. En, jeugdzorg weet het spelletje heel goed te spelen. Ze zijn er prof in. Het lijkt nu misschien alsof ik een beetje alle schuld op anderen afschuif. Nee, ik weet dat ik iets heb. En datgene is gewoon ADHD. En daar heb ik jarenlang geen medicatie voor gehad. En dat is er misgegaan. En wordt nu allemaal zogenaamd vastgesteld dat er antisociale ontwikkelingen zijn en zo. Maar daar mag geen sprake van zijn, want het PO is er nog niet. En het wordt allemaal op basis van conclusies getrokken, zeg maar. Ja, als je zo kijkt van hoe het is gegaan, dan is het logisch dat er misschien jeugdzorg aan te pas is gekomen, maar uit huisplaatsing en al deze bullshit, dat had weer niet gehoeven. Want als ze me gewoon normale, hulp hadden aangeboden, dan had ik dat ook geaccepteerd. En dan wordt het allemaal gelogen dat ik me aan de hulp onttrek en zo, terwijl ik gewoon hulp accepteer.